alleen kan liefde wonen. Daar alleen is het leven goed, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet. Ja. Weten we hier de krant steekt? Ja, in de krant door ste alleen maar kletsen. Weet je dat nou nog niet? Hier steekt, Hans, dat er vanochtend vallende sterren zijn. Nou, vallende sterren? Nou, dat zou ik maar binnenblijven als ik jou hoor. Jongen. Maar dat zit toch een duizendste tref zijn. Als ik dat er een ding op uw kop valt. Nou, die kop van jou is er anders groot zat voor. Maar ik zal eens kijken, want ik zag hier net iets staan over een horoscoop. Een horoscoop? Wat is dat? Een horoscoop, dat wil zeggen dat in de sterrenstukken geschreven hoe het met jou of met men zal kunnen gaan. Ja, in de sterren geschreven? Ja. Dat is toch veel te wijd weg? Dat kan je maar lezen. Zo wijd weg. Daarom steug het ook hier, Jas. Eens kijken, Jas. Jij bent van begin augustus, dus jij bent een leu. Gewoon niet liggen schallen, Jas. Nee, Jas, jij bent geen echte leu. Jouw sterrenbeeld steug hier is leu. Nog vanavond dat die leusterren allemaal er plutske hebben ingenomen, heb je geen goeie of een kooiendag. Zo zit dat. Tja, hoe kan dat nou? Dus even kijken, leu. Denk eraan dat je goed bent voor je medemens. Ja, leg je naaste in de watten en houd die in ere. En let op vallende sterren. Ja. Naaste. Best dan alweer naaste. Ja. Wie zou dat nou toch kunnen zijn? Dat zou ik eens kunnen zijn bijvoorbeeld, hè? Veel ander naaste dan ik heb je niet, hè? Ja, dat zal dan wel. Wat zit er bij jou verbeeld in die horoscoop? Dus even kijken, ik ben van april, begin april ben ik, ram. Ha! En een ram! Net als ons knint. Doe het met ram. Ja, hou maar gauw stil. Even kijken, ram. Steek eens een tandje terug. En laat je ook eens verwennen. En iemand in de buurt gaat jou, men dus, verrassen. Iemand in de buurt. Iemand in de buurt. Ja. Ja, wie moet er dan zijn? Ik zou niet weten wie moet er dan met men in de buurt zijn. Nou, dat zou jij misschien wel eens kunnen zijn. Ja, jij komt er niet slecht af met die sterrenbeelden. Je krijgt toch wel geverdiend, Jas. Nou, zou je misschien niet een tas koffie voor mij gaan zetten? Doe er een lekker snee krentenmik bij. Jas, even gaan halen voor mij, hè? Ja, dat denk ik niet. Maar waarom niet? Je moest uw naaste in de watten leggen en daar ben ik. Voort, aan de gang. Ja, dat kan wel zijn. Maar ik moest ook opletten voor vallende sterren. Ah ja, Jas. Die horoscoop die klopt niet altijd. Niet altijd, maar deze keer wel. Hoezo? Ja, want je mag gewoon zelf uw koffie en uw klint mee knallen. Ja, maar ik ben pas ziek geweest, Jas. Dat weet het toch wel. En dan val ik misschien nog wel. Ja, dat is toch mooi. Mooi? Ja. Want dan zien we je ook een keer sterren. Hey, Hans, we zien je ook een keer sterren. Dat is helemaal niet leuk. Ja, ik vind het wel leuk. En een keer jou in een zeik zetten. Ik heb niks met te maken.
is ook altijd weg met een gesteggel van has en jas. Maar ja, erge kunt weer een dag.